Jongens, goedemiddag, welkom bij een nieuwe Simon Says. En jullie weten welke dag het is. Het is woensdag. En jullie weten wat er op woensdag gebeurt. Dan antwoord ik al jullie vragen. En ik kreeg vandaag zoveel binnen. Even tellen. 1. Dat ik die ga beantwoorden. Want zo ben ik, natuurlijk. Ik laat één iemand niet in de kou staan. Moet ik er ook nog eens bij pakken, natuurlijk. Zo werkt het ook alweer. En het is een vraag van... Eigenlijk kreeg ik 2 vragen. Alleen de tweede vraag die werd tijdens de stream van Resident Evil gesteld. En die is me een beetje ontschoten. Anyways, het is een vraag van Ravien Boze. Of Ravien. Of Ravi en Boze. Anyways, hij is niet boos. Hij ziet de vraag. Hij zegt, best Simon allereerst. Mijn complimenten voor wat jullie op Instant Gamer doen. De volwassen toon spreekt me erg aan. En ik merk dat mijn enthousiasme voor games op de juiste manier aangesproken wordt. Zonder dat ik me in de mentale stand van een 17-jarige hoef te zetten. Nou, dankjewel. Ik had 2 vragen. 1. Denk je dat er ooit nog een nieuwe Command & Conquer komt? Ik speel altijd... Kane's Red erg vaak en ik zit te wachten op een nieuw deel om de vieze nasmaak van Command & Conquer 4 weg te spoelen. Denk dat er een nieuwe komt? Ja. Maar ik weet niet of er ooit nog een keer een Command & Conquer komt zoals wij die kennen. Dus is er een hoop gebeurd natuurlijk na dat, weet je, je had de tijd van Command & Conquer en Red Alert en inderdaad Kane's Red, Red Alert 2, noem het allemaal op, vet shit. En toen kwam er een soort van we gaan experimenteren ding. En het is volgens mij een beetje na de Westwood-periode geweest. Iets meer in de EA-periode. Maar we zagen Command & Conquer Generals. En we zagen een free-to-play game opduiken. Een online Command & Conquer-achtig ding. En ik denk, vooral na het uitsluiten, de hele tijd het afsluiten, het uitstellen van de laatste poging die ze gedaan hebben om deze game-franchise terug te brengen. Die voor heel veel mensen heel dierbaar is, dat het een beetje klaar is, voorlopig. En er zijn natuurlijk ook niet meer zoveel RTS-games die van grote naam, van grote publishers uitkomen. We hebben natuurlijk StarCraft, en dat is best wel een ding. Alleen Warcraft, weet je, vroeger in die tijd van Command & Conquer had je die game, je had StarCraft, je had Warcraft, en dat was het wel een beetje, weet je. We speelden nog wel Total Annihilation of Supreme Commander hebben we nog een hele tijd gehad, en zo kan ik er nog wel een paar noemen. Weet je, Dune had je toen ook nog, wat ontzettend vet was. Maar er zijn eigenlijk 3 grote jongens overgebleven, en van die 3 is er eentje volledig, weet je, ik verwacht echt geen RTS games meer in de Warcraft-serie anytime soon. StarCraft heeft natuurlijk zijn hele StarCraft 2-ding omgebouwd tot een 3-luik. En deze game, Command & Conquer, ik denk dat die ooit nog komt. Want ik kan me niet voorstellen dat dit weg gaat liggen sloffen ergens en dat niemand deze licentie ooit oppikt. Maar, ja, weet je, wanneer die komt, ik weet het niet, man. Ik vind het wel dope dat iemand ernaar vraagt. Want ik heb al, deze serie heb ik al best wel lang niemand meer iets over horen zeggen. En het nam mij een beetje ook terug naar die tijd die ik noemde, weet je. Dat we allemaal met Anya speelden, of Tanya, in Red Alert. En June was ook zo fucking vet met de sandworms en shit. Maar het is inderdaad duidelijk een vraag van een iets oudere gamer. Iemand die zich in ieder geval niet in de mentale stand van een 17-jarige wil zetten. Ik denk dus dat die komt. Maar ik heb er niks over gehoord. Ik hoor er geen bus of wat dan ook over. Ik hoor geen dingetjes, geen geruchten. En ik denk dus ook dat die nog wel heel lang op zich kan laten wachten. In ieder geval dat er een goede, ouderwetse komt. Die beter is dan Saints Row 4, die hij blijkbaar dus kut vond. 2 vragen die je hebt. Het rare is dat hij zegt, overigens ik had 2 vragen en hij heeft er 3. Maar, 2 vragen is, weet je iets over een nieuwe Ninja Gaiden komt? Sigma 2 en 3 waren weliswaar niet zo goed als het eerste deel. 2 op de Xbox kwam in de buurt. Maar ik vond ze toch vermakelijk. Ligt hier een kans voor iemand met een licentie op de Shinobi franchise? Is dat nog steeds Sega? Om in dit gat te springen? Of is er een duidelijke reden waarom er geen dergelijke game is op dit moment? Er is een hele duidelijke reden. Ravien. Ik ga je Ravien noemen, want dat vind ik een veel leukere naam dan mocht je bijvoorbeeld Ravien heten of zo. Die reden is dat onder andere... om eerst even de Ninja Gaiden nek is de Shinobi vraag beantwoorden. Ik denk niet dat er een gat ligt voor Shinobi. Ik denk ook niet dat er een gat ligt voor Ninja Gaiden. En dat komt omdat bijvoorbeeld de Ninja Gaiden 3 is niet een game die echt 1000 miljard keer verkocht heeft. Er ligt eigenlijk niet een gat. Er is geen marktvraag naar een super vette, moeilijke, en dat maakt de Ninja Gaiden zo vet. Naar een super vette, moeilijke, perfecte actie Ninja third person actie game. Als die komt, en die is fantastisch, dan zouden heel veel mensen die kunnen kopen. Maar de markt vraagt er op dit moment niet echt om. Shinobi is dat ook nooit echt geweest.
Maar toch ook weer een beetje wel. Weet je, Shinobi is daar nooit een succes mee geweest, zou ik het zo zeggen. Jij kent en jij hebt het over de Shinobi, denk ik, van de tijd van de Mega Drive. Dat was heel vet, side-scrolling Shinobi game. En het was dope. En ze hebben nog een keer op de PlayStation 2 Shinobi uitgebracht. En dat was dus echt wel een third-person game die nog moeilijker was, denk ik, dan Ninja Gaiden. Het is ook een van mijn favoriete actiegames zelfs. Maar weet je, geen hond kocht die. Daar hebben ze nog een keer een deel 2 van uitgebracht. Met een chick in de hoofdrol die ook goed was, maar al niet meer zo goed als het eerste deel. En ja, toen was de pret toch echt wel een beetje op. Sowieso die franchise zal niet heel veel meer doen. En als hij komt, verwacht ik sowieso niet dat hij in de kwaliteit van Ninja Gaiden komt. Daarnaast, jij zegt Sigma 2 is een toffe game, dat klopt. Je zegt 3 was oké. Nou, dat klopt ook, ben ik met je eens. 3 is niet een game die de leegte vult na Ninja Gaiden 1. Zeg maar, dan heb je het over de Xbox-versie. Of Sigma 1 dan, op de PlayStation. Maar 3 is wel een leuke game, alleen het is niet wat je bedoelt, wat je wil van deze franchise. En ik heb hetzelfde, man. Maar het ding is, en het is het allerbelangrijkste ding, die guy die game gemaakt heeft en die game groot gemaakt heeft, die ook Dead or Alive groot gemaakt heeft, die is weg bij Team Ninja. En sinds hij weg is, heeft Team Ninja niks echt goed meer gedaan. Volgens mij heet hij... ik had het opzoeken. Ik weet zijn naam. Duizend keer zou ik hem kunnen noemen. Buiten deze keer. Dus ik ga hem opzoeken. Oh my god. Nee, dat is het zeker niet. Het begint met een T. Iets met Gaki, daar eindigt het op. Ja, oh, ik ga het zeker vinden. Ik kan het gewoon niet bedenken. Ja, Tomonobu Itagaki is het natuurlijk. Itagaki. Ik vind hem een van de grootmeesters, man. Hij is de belichaming was hij van Team Ninja. En daarmee, hij maakte Ninja Gaiden de perfecte. En ik heb het vaker gezegd. Ik heb in mijn top 10 alle tijden staat volgens mij Ninja Gaiden. Hij staat sowieso in mijn top 10 PlayStation 3 games. Deze actiegame is voor mij de beste actiegame die er is. Hij is beter dan Devil May Cry. Het is beter dan alles in het genre. Het is beter dan Vanquish en Bayonetta. Deze guy hoort bij Platinum te zitten. Platinum heeft hem nodig. Weet je, Platinum, hij heeft hem niet echt nodig in de zin van dat ze anders geen dope games kunnen maken. Want ik bedoel, de jongens daar, die hebben natuurlijk met Bayonetta 1, 2 van de kut, maar 1 hoe heet het? Vanquish. En met Metal Gear Rising Revengeance echt feilloos fantastische third-person actiegames neergezet. En op een of andere manier wist deze guy als enige die games niet alleen te evenaren, maar te overtreffen met de eerste Ninja Gaiden. Wat elke knop die je indrukt, elke stap die je met Ryu Hazuki zet, Hayabusa, waarom zeg ik Hazuki? Dat is weer een andere ninja. Met Ryu Hayabusa zet, elke slag met je zwaard is perfect. De omgevingen zijn perfect. De besturing werkt perfect. Het zal altijd aan jou liggen als er iets misgaat in die game. Het is de allerbeste third-person action game die er is dus. Maar deze guy is weg, heeft zijn eigen studio opgericht. Is geloof ik nu met Devil's Third bezig. En dat schrijf je als Devil's Derde. Maar alles ziet eruit alsof je het schrijft T-U-R-D. Het is een game die geloof ik in ontwikkeling was bij THQ voordat ze failliet gingen. Een soort arena co-op slash shooting ding. Helemaal kut. Tokyo Vikings is zijn nieuwe studio. Wat nog nooit iets uitgegeven heeft. Dus het stelt me teleur. Want ik moet ook zeggen, dingen stelt ook teleur. Dead or Alive 3 en Dead or Alive 4 en Dead or Alive 5 waren ook niet zo goed als 2. Al spant 5 wel echt de kroon qua tegenvallende shit. Maar daarom gaan we geen nieuwe goede Ninja Gaiden meer krijgen. Dinges kan het niet, Team Ninja. Weet je, er is een soort spin-off geweest nog met Ninja Gaiden. Ninja Gaiden Z heette die, geloof ik. Of iets in die trant. Ninja Z, Gaiden Z. Die heb ik helemaal uitgespeeld. En dat heeft me echt tranen en bloed gekost. Omdat die game niet oké was. En er zat weinig goeds in. Alleen het over de top steltje was dope. Maar voor verder was het echt een slechte, qua gameplay, gewoon een hele slechte game. Die slecht uitgewerkt was met een hoop frustratie en herhaling, noem dat maar op. Dus dat is erg jammer, maar ik voel je pijn, man. Ik wil ook een nieuwe Ninja Gaiden en ik wil hem van Itagaki. Dus wat ik voorstel is dat Itagaki naar Platinum gaat. Dat Platinum de Ninja Gaiden franchise pakt en dat ze daar echt de ultieme powerhouse third-person action game aller tijden kunnen maken. Maar tot die tijd verwacht geen Shinobi. Sowieso gaat Sega. Sega heeft een hoop mensen ontslagen. 300 geloof ik in Amerika. Ze gaan zich richten op PC en online dingen. Dat betekent dat ik niet meer verwacht dat Yakuza nog hele bijzondere stappen gaat maken in de toekomst. Dat ik sowieso van Sega verwacht ik dan niet. Maar Shenmue is nu echt van de baan. En er gaat veel veranderen voor Sega, denk ik ook. Maar dat in een andere vlog later. Shinobi gaat het niet zijn.
En zelfs al komt Ninja Gaiden 4, waar wat je een kans op hebt, dan zal, het een, dan zal zelfs Team Ninja en wat waarschijnlijk de uitgever wordt, Koei, die zullen daar een soort van, nou, die zullen daar geen meesterwerk van maken. Die willen dan gewoon eventjes incashen op de naam, zoals ze met Dead or Alive 5 gedaan hebben, wat ook een tegenvaller was. Ik denk dat ik daar ook binnenkort één vlog over ga maken, omdat ik Dead or Alive wereldkampioen ben. Maar daarover meer later. En daarom ook zijn laatste vraag van Ravien. Hij vraagt, waarom zijn er geen games? I love Final Fight, Double Dragon of Streets of Rage. Ik vind het zo dope als iemand gewoon... ik proef gewoon dat dit iemand is die minimaal even oud is als ik. En dus die vragen zijn dan, zeg maar, oude lullen vragen. En dat vind ik heerlijk. Anyways, de vraag, waarom zijn er geen games? I love Final Fight, Double Dragon of Streets of Rage meer? Niet dat ik er een groot fan van ben, maar het valt me gewoon op. Ik dacht dit soort games, dat dit soort games toch redelijk populair waren destijds. En voor een online gameplay leende zich ook prima. In Tekken 6 is wel een dergelijke modus, maar die is erg matig. Ik zal je sterker vertellen, Ravien Boze. Die mode in Tekken 6 is ongelooflijk slecht. Echt ongelooflijk slecht waar je het over hebt. Je hebt het over die echte brawler games. En ik mis ze ook, man. En ik was laatst aan het zoeken, omdat ik een soort van game wilde. Ik wilde een game vergelijken met games uit die tijd, maar dan van nu. En ik vond niks, man. En ik wederom, ook bij deze vraag voel ik je pijn. Want wie, weet je, ik ging 3 jaar achter op een rij met mijn ouders naar Malta. En er stond er een arcadekast bij de plaatselijke ijsjes tentje. En die ijsjes waren fucking lekker trouwens, jongen. Het is echt een soort van sherbet ijs. Ik weet niet, het was super lekker. Maar anyway, stond dus een kast en daar kon je dan een paar Maltese, weet ik het wat, in gooien. En dan kon je dus Golden Axe spelen en op dino's rijden. En holy fuck, die game was zo bruut. En ik ben ook opgegroeid met die shit, Double Dragon 3. Ik 1000 keer heb ik hem uitgespeeld, denk ik. Noem het allemaal op, dat hele Double Dragon liedje. Het zit helemaal in mijn fucking jeugd, in mijn hoofd, geïmpregneerd gewoon. En Streets of Rage, wat natuurlijk de game is met de allerbeste geluidseffect. Als je met een stalen pijp iemand slaat, dat was echt fenomenaal. Anyways, we zien ze niet meer. We zien die games niet meer. We zien ze een beetje in de indie hoek, een beetje in de reboot download hoek. Zagen we bijvoorbeeld Double Dragon Neo. En ik zit zelf, weet je, die had ook nog Double Dragon Battletoads in één game. Fucking briljant. Ik denk dat de eerste kans dat we zoiets gaan zien is een nieuwe game. En het liefst in een van deze genres. Ik denk dat Battletoads toch wel de eerste kans is. Dat komt omdat Microsoft er natuurlijk naar gehint heeft. Microsoft heeft dit soort dingen even nodig. Weet je, Microsoft heeft het nodig dat ze ook even weer de oldschool gamer aanspreken. Dat ze niet alleen maar met hippe funky shit komen, zoals een hologrambril of zo. Xbox is, en ik heb het vaak gezegd, Xbox is een fantastische console, de Xbox One. Maar het mist nog eventjes die edge, het mist nog eventjes de liefde van het publiek. En ik denk dat één manier is om dat terug te krijgen, waar ze zelf ook al een beetje naar hinten, heel erg sterk, is om Rare weer te zetten op games waar Rare mee groot is geworden. Nou, moet ik eerlijk zeggen, Killer Instinct is zo'n game waar Microsoft op in had moeten zetten. Hebben ze gedaan, en die game is gewoon niet zo goed. Dus dat is een beetje een probleem. Maar ze hebben ook nog met Rare natuurlijk bijvoorbeeld een Perfect Dark nog. Of een Banjo-Kazooie. Of een Battletoads. En Battletoads is het ding waar ze een beetje nu op zitten hinten. Ik hoop dat die komt. Ik hoop het echt zo hard. En ik denk dat het gebeurt omdat Rare moet even weg van de Kinect shit. Moet eventjes weer eigenhandig opstaan. Om de liefde van de gamers te pakken. Ik denk wel dat het probleem is dat sinds de laatste goede game van Rare. En dat is echt wel 10 jaar geleden. Is er eigenlijk niks goeds vanuit de studio gekomen. En ik denk dus ook dat heel veel mensen daar weg zijn. Dat er een hoop verloop is geweest. En dat de briljantie, de magie die ooit in die studio zat, dat die vertrokken is, de deur uitgelopen is. En wat je dan overhoudt is een bedrijfsnaam en een licentie. En dat is natuurlijk geen garantie voor goede games. Maar Battletoads, eerste kans die we krijgen. Waar die games heen zijn, ik weet het ook niet. Ik wil ze ook zien, maar ze komen niet echt meer. Als iemand een goede tips heeft voor mij of voor Ravien, laat ze zeker in de comments achter. Wat zijn goede brawlers nowadays die wij missen? Anyways, dat waren ook dus meteen de vragen. Ik kan ik even voor de zekerheid checken, maar als ik me niet vergis, heb ik niks anders binnen gehad. Nee. Dit waren ze. Leuke vragen. Oude lullen vragen. Vind ik fucking dope, man. Dus tof. Bedankt voor het insturen van die shit. En ik zie jullie morgen weer met een doodnormale vlog. Zonder vragen, zonder streams, zonder, nou ja, met sneuken rond waarschijnlijk. Luister maar. Misschien hoor je het, misschien niet. Tot morgen!